Om te beginnen zijn er twee verschillende soorten videocampagnes op YouTube. In stream, dan wordt je videootje getoond voor een andere video. En in display, en dan wordt die getoond binnen organische zoekresultaten. Wil je dus dat je videootje gevonden wordt op YouTube als mensen erop zoeken, dan is een in display advertentie aantrekkelijk. Bij in stream ads of pre-rolls is het vooral belangrijk dat je de eerste paar seconden erg boeiend maakt. Na 5 seconden kunnen kijkers namelijk wegklikken. Op YouTube kun je ook heel gericht jouw doelgroep targeten. Op demo, interesses, via zoekwoorden enzovoort. Maak je videoadvertentie interactief door cards of banners te gebruiken. Cards zijn klikbare linkjes waar kijkers bijvoorbeeld naar je website kunnen of je product kunnen kopen. Volgens Jelle Online is de meest effectieve lengte van een YouTube video, en dan met name voor een pre-roll advertentie, 15 tot 20 seconden. Kort dus. Wil je meer hands-on videomarketing tips? Download dan het gratis hoofdstuk uit het boekje Videomarketing in 60 minuten.